Ik was nog. Ja. Ik ben van 31, dus ik was nog 12. Ja, hè? Het was in september. Ja, het was in september. En in november ben ik jarig, dus toen werd ik dan 13. Ja. Heeft u het vliegtuig zelf ook echt gezien? Ja. Was het 's nachts of was het 's middags? Nee, het was midden in de nacht. Om en om 4 uur. Studious person. He a trainee accountant. He played sport, played cricket. I think there's a photograph of him in a cricket team. They rode bikes. He and his brother were keen bike riders and they would ride long distances. There's been comments that said he never rode a bike. Well, I can assure you he did ride a bike and enjoyed riding a bike. Yeah. Zijn ouders waren ook normale mensen, bescheiden mensen. Hij was een scholier, geen bijzonder scholier. Na school heeft een opleiding gevolgd tot accountant, boekhouder. En dat was hij. Toen kwam de oorlog en hij zei tegen zijn ouders, ja, ik wil in de luchtmacht. En hun waren verbijsterd. We're all surprised, because Les was a quiet chap. Trainee accountant. Joined the Air Force and became an outstanding pilot. De vrijheid om op straat te lopen, de rust die hier heerst, de stilte is prachtig. Dus ik ben van de grote stad Londen, de wereldstad, naar Werelddorp Den Ham. En het is een dag en nacht verschil te zijn de tijd. En wanneer was de eerste keer dat jij dan in de aanraking kwam met Les Knight? Weet je dat nog? Ja, Les Knight? Ik liep een keer op de oude kerkhof. En toen ik zijn graf zag, ik wist wie de man was direct. Ik was echt geschrokken. In Engeland, iedereen kent de Dambusters. In 1943, Duitsland was een gigantisch, goed georganiseerd, geolied oorlogsmachine. En de Engelsen dachten in hun wijsheid, als wij die dammen in het Ruhrgebied aanvallen, de Sorpe, de Meurne en de Edendam aanvallen, die genereert elektriciteit voor het Ruhrgebied en de oorlogsindustrie. Als je de oorlogsindustrie lam legt, dan was het bedoeld dat de oorlog korter zou zijn en in de hoop dat levens zouden redden. Maar om die dammen aan te vallen, had ze speciaal tactiek voor nodig. Ze moesten laag vliegen en met die bom konden ze dan met succes 2 van de 3 dammen aangevallen en doorbroken. En de Les Knight heeft eeuwig faam gekregen omdat zijn bom de Edendam heeft doorbroken. Dat was de eerste bom die hij deed. En Den Ham heeft hem nooit vergeten. Ik denk dat Den Ham hem nooit zou vergeten. Want Les Knight heeft zijn leven opgeofferd voor ons dorp en heeft zijn leven ook opgeofferd voor zijn bemanningsleden. It was on the Sunday in I think it was 941. On the Sunday, that's the last time I saw him. And he went overseas to England on the following Tuesday he was going. So that was the last time I saw him. Yeah. Op 15 september 1943, 2 minuten voor middernacht, steeg de vliegtuig van Les Knight op uit RAF Coningsby in Lincolnshire, Engeland. De missie die avond was een aqueduct te bombarderen met een bom die weegt 6000 kilo. Vandaar vlogen ze op 20 meter maximaal hoogte. Richting Duitsland, de hele route heen en terug. Goed, vlak voor de missiesite in Leidberg wordt het plotseling mistig. Hij wou zijn aanval voortzetten, maar hij ging lager en lager vliegen totdat de linker 2 motoren hebben een bomtoppen geraakt.
daardoor is de vliegtuig in gevaar gekomen en hij moest omkeren richting huis. Hij vroeg toestemming om de bom te laten vallen. He got permission to drop to jettison the bomb. Door het bom te laten vallen verlies je in één keer 6000 kilo in gewicht. But the motors, two of the motors were out, and the other motor started to overheat. Ze wisten dat ze boven Nederland zaten. En hij zei, hij was boven Den Ham. Wij lagen in bed. En toen hoorden we ineens, we hoorden dat toestel vliegen. En ja, en dan vroeger dan was je bang, joh. Dan wist je niet waar zou die neerkomen. Hè? Want we hoorden wel, hij vloog veel te laag. Daar was wat mee. Dus mijn vader en moeder en mijn twee zussen, met mijn jongste broertje en grootmoeder, die gingen naar buiten toe. En toen kwam net het vliegtuig, was net boven het dorp. Mijn vader zei, hoe houdt hij dat ding in de lucht? Zo laag. Hij moest landen, het was een enorm gevecht. Want je moet voorstellen, twee van de vier motoren zijn uitgevallen. En de derde motor was op het punt om uit te vallen. En er zit maar één motor, dus hij vocht met al zijn macht om dat vliegtuig omhoog te houden, ook met behulp van de bemanning. And so they threw everything out that they could to keep the plane lighter. Maar op een gegeven ogenblik was hopeloos. Hij zei, nou, je houdt het niet langer, dat kost enorm veel kracht om dat vliegtuig in de lucht te houden. Nou, en toen was hij voorbij het dorp. En toen zei mijn vader, gelukkig, het dorp wordt bespaard. En ik gaf het bevel, nu moet je eruit. En ik zou proberen om dat vliegtuig te landen. Daar heeft hij die jongens allemaal, de bemanning, zijn er daar uitgegaan. Zeven van de acht bemanningsleden zijn uitgesprongen. Hij bleef achter alleen. En we bleven nog even buiten staan. En dan denk ik, oh, zeg mijn vader, dan komt hij weer aan. Toen is hij weer gedraaid. En toen ging hij weer richting Den Ham. En ik vermoed dat hij zocht een plek om te crashlanden. Wij als kinderen, dat we dat vliegtuig aan zouden komen vliegen. Ik vond het doodeng. Ik vond het doodeng. Ik vond het angstig. Maar het was me eventjes en toen maakte hij een flauwe bocht naar links. Hij zag het dorp op zich aankomen. Hij heeft met alle macht het vliegtuig en het dorp af kunnen wenden van de ramp. Dat is echt een bewuste keus geweest. Maar je zag hem zakkend. In één keer een hele klap. Want toen zei mijn vader nog, en nou is die gevallen. Ja. Tijdens het landen heeft hij een greppel geraakt. En meteen was het de knal dat hij er lag. Het was een en al vlam. Ja, het vliegtuig is gekiept en ontploft. En last night is spontaan de dood gevonden. Ja. Mijn vader is er direct naartoe gelopen. Mijn oudste zuster en ik erachteraan. Dat zag hij op dat moment niet dat we achter hem aankwamen. Maar hij stuurde ons weer terug. Hij wou niet hebben dat we daarbij stonden. Mijn vader is blijven kijken. Mijn vader die heeft hem zien verbranden. Heeft hem echt zien verbranden. Ja, maar mijn vader zegt, het was verschrikkelijk. Ja, dat is, hij is gewoon een held van Den Ham. Ik zie hem, hij is gewoon redder van het dorp geweest. Maar hij heeft gewoon Den Ham behoed van de ramp. Dat is een ding dat zeker is. Kijk, in dat vliegtuig is hij hier neergekomen, de Lancaster. En sinds 2002 onderhoudt u deze steen dus? Ja, ja, ja. En dat heb ik 15 jaar gedaan. En daar staan van die grote bomen, daar is hij doorheen geschoten. En er was eenmaal een vee. Ja. En toen is hij achter die eiken bomen, in het grasland, er was een heuveltje en daar is hij ingeschoten. En daar is hij levendig verbrand. Ja.
En diezelfde dag, hebben de Duitsers de brokstukken weer opgehaald. Maar toen is hij dezelfde dag is die ook begraven. Hij is nog begraven. En daar ben ik bij geweest. Toen was ik een jochie van 10 jaar. Ach ja, en dan liep je daar naartoe. En daar stond een hele rij mensen. Daar op die hoek. En er stonden een heleboel mensen. En daar was ik ook naartoe gelopen. Maar toen kwamen ze met die lijkwagen. En toen brachten ze uit die lijkwagen, werd die kist gedragen, kerkhof op. En daar mocht niemand op dat kerkhof aanwezig zijn. Maar ik ben door echt gekropen. Want ik zie die kist zo naar voor me staan, hoor. En toen kwamen er 6 Duitse soldaten met een officier. En die kwam kerkhof op. En toen gingen die 6 soldaten, 3 aan die kant van de kist en 3 aan deze kant. En toen die officier, die gaf een bevel. Want ze hadden eerst dat geweer zo nog naast zich. En toen kwam die aan de schouder. Bevel. En toen gaven ze een eresalve. Maar dat vooral die soldaten daar en dat die schoten, hè, dat maakte op mij heel veel indruk als 10-jarig jochie. Die beelden, dat vergeet ik nooit weer. Nee. Dat land moest door Twente rand opnieuw gezuiverd worden. En er waren allemaal soldaten en de kaptein bij. Kijk, met een grote 7. Dan werd er zand opgebracht. En al wat aan klein spul wat er uitkwam, werd in een aparte doos gedaan. Toen ik daar op werkbezoek een keer was, toen vonden ze allerlei kleine ijzeren onderdelen van het vliegtuig. En toen de kapitein die de leiding had over die sanering, die liet mij ook zien een gewichtje. Nou, zei, die mag jij wel hebben. Dat is een mooie herinnering aan deze gecrashed vliegtuig, aan de plek. Maar ook mede aan de tijd dat je hier als wethouder dat soort projecten mee oppakte. Ja, het is een bijzonder stukje. Het is echt een gewicht. Het is echt een gewicht en die werden gebruikt, bevestigd onderaan fosforbommen en of magnesiumbommen. En bommen die werden geclusterd als clusterbom en die gooiden ze op met name munitie- en wapenfabrieken in Hamburg en Bremen, dus oorlogstuiffabrieken van de Duitsers. En die veroorzaakten door die fosfor en die magnesium ontzettende branden. Ja? En dat was ook de bedoeling, dat allemaal in de brand vloog. Dus een bijzondere herinnering aan het gecrashte Lancaster bommenwerpvliegtuig. En het was voor mij ook wel bijzonder om dit vanuit zo'n saneringsproject als aandenken mee te krijgen. 75 jaar is wat men noemt een landmerk of een mijlpaal herdenking. Er leven nog mensen die in een vliegtuig hebben gezeten. Er leven nog ooggetuigen. Dus wij kunnen nog 1 keer een belangrijke herdenking organiseren. Whilst this village and the enthusiasm in this village and its beautiful people, he'll make sure that he'll live forever. Om de families hier te brengen, samen met Den Ham en Hammenaren en schoolkinderen. Dat te vieren, te herdenken, to remember. Wat er toen is gebeurd hè, en wat nooit meer gebeuren moet. Ja, hij heeft zijn leven gegeven voor Den Ham en zijn bemanning. Hij is het waard
dat hij geëerd wordt. Den Ham heeft hem nooit vergeten. Dat is een heldendaad dat we moeten doorgeven aan de toekomstige generaties. Ja, een groot held van een klein dorp. Ja. To the family from last night. Yeah. Okay. Thanks very much. I hope it will show in the other family. Yeah. Thank you. And in Australia. Yeah. I hope so. Yeah.